En voor het eerst in de historie spelen Westlandia en Dem tegen elkaar op de hoge bomen. En Dem heeft de laatste 5 wedstrijden niet meer gewonnen. Vooraf aan de wedstrijd een minuut stilte voor het overleden erelid Jan van Schie. De wedstrijd is begonnen. Een slechte paas daar van Westlandia. Is het de goede die daar een spits in stelling brengt? En is het na 7 minuten al 1-0 voor Dem. Teleurstellend begin voor Westlandia. Kijk maar, een beetje slap verdedigd. De goede die geeft in 1 tijd die bal daardoor aan Timo Wolters. En die kan afronden. Staat alleen voor Leerdam. 1-0, 7 minuten gespeeld. Teleurstelling bij de Westlandia-verdedigers. Dan probeert Westlandia aan te dringen aan de rechterkant. Een schotje wordt verwerkt tot corner. Maar levert niet echt gevaar op voor het doel. Dan wordt de bal weer weggewerkt. Een scherpe counter wordt dit. Is het weer de goede die daar aan de bal komt aan de rechterkant. En speelt met de buitenkant voet. Kan er geschoten worden? Is het Mungi die er kan inschieten? En dan uiteindelijk wordt de bal binnengewerkt door de spits van Dem. En staat er na 18 minuten al 2-0. Het is Gallego. Hij maakt daar de 0-2. Ja, en dan staan de verdedigers en de keepers wel tegen elkaar te praten. Maar het schiet niet echt op. U zag even een beeld van trainer Smit van Dem. Hij wordt assistent-trainer bij de Oranje Leeuwinnen. Goed, Westlandia probeert wel aan te dringen. Maar het komt maar niet echt tot gevaarlijke doelpogingen. Ook hier Owusu, hij probeerde het wel, maar het werd niet gevaarlijk. Dan de tweede helft. Een scherpe paas van Melvin Vissers op Serbonidis ingevallen. Voor het eerst kan daar aan de rechterkant doorlopen. Schiet op de keeper. Was een goede mogelijkheid. Goed schot ook, maar goed verwerkt door die keeper van Dem. Westlandia dus in de tweede helft ietsje scherper. Weer een mooie bal van Vissers. Een tweede poging al aan de rechterkant. Daar komt de voorzet en die wordt weggewerkt door de verdediger van Dem. En 0-2 nog steeds. Dan lange voorzet en wordt ingekopt. Keeper gaat wat grabbelen. Kan Serboni daar nog bij? Nee, dat lukte niet. Blijft 0-2. Ja, verdedigers en de keeper natuurlijk blij dat ze die bal hebben tegengehouden. Dan is er nog een mogelijkheid. Is het Arnest die kan schieten, maar schiet ook recht op die verdediger af. En zo blijft het na 90 minuten spelen. 0-2, een teleurstellende middag voor Westlandia. Maar daar zal Dem maling hebben. Na 5 nederlagen nemen zij de 3 punten mee naar Beverwijk. Volgende week speelt Westlandia in Den Haag tegen Kwik, staartploeg in de derde divisie. Ja Roy, een 2-0 verliespartij vandaag. Wat miste er vandaag in de ploeg? Ik denk dat we vandaag gewoon als ploeg niet goed genoeg fungeerden. Tweede ballen werden niet gewonnen. Gewoon te weinig beleving. Te weinig strijd en als dat al ontbreekt, dan gaat het al een hele lastige wedstrijd worden. Is dat iets wat jij vaker terugziet dit seizoen? Nou, ik vind dat we op zich dit seizoen als team het goed doen. We knokken er vaak hard voor. Voetballend kan het nog wel eens wat beter. Maar qua vechtlust vind ik dat het dit seizoen wel goed zit bij ons. Als we even kijken naar jou persoonlijk. Je hebt vandaag mooi nieuws. Samen met Desley Brans en Mark van der Zalm. Heb jij je contract verlengd tot 2022? Hoe is dat voor jou? Ja, het is natuurlijk een mooie beloning om zo snel in het seizoen al zo'n aanbieding te krijgen. Dus dat werkt alleen maar motiverend voor mij en voor die andere jongens ook natuurlijk. Dus ik ben hartstikke blij mee.